De laatste training vanmiddag in Martini Plaza verloopt anders dan anders. Want de basketballers van Flames staan voor een dichte deur. Nou, het is Koninginnedag, hè. Of ja, ik kan eigenlijk zeggen Koningsdag nu, vanaf nu. En dat betekent dat Martini Plaza gewoon dicht is? Blijkbaar wel, ja. Ik bedoel, het is volgens mij is het best wel normaal dat, veel mensen gewoon eigenlijk vrij zijn vandaag. Dus hij moet ook even wachten. Dus ook Martini Plaza is in de ban van de troonwisseling. Maar de spelers staan vanmiddag gewoon op het parket te trainen. We hebben morgen een wedstrijd. Dus het zal niet echt reëel zijn als we morgen, vandaag vrij zullen zijn. Maar ja, ik bedoel, het is niet echt een normale tijd om te trainen inderdaad. Maar ja, kijk, we hebben een game morgen. Een hele belangrijke game. Dus dat is de enige focus die we hebben nu. Morgenavond wacht dus in Leiden de nummer 2 van de reguliere competitie. En dat is één plaats hoger dan waar Flames eindigde. De Groningers wonnen 3 van de 4 onderlinge ontmoetingen. Maar Voorn ziet, door het thuisvoordeel van Leiden, zijn team niet als favoriet. Het is natuurlijk heel moeilijk om daar te winnen, maar het is ook heel moeilijk om hier te winnen. En ja, als elk team zeg maar, de thuiswedstrijden wint, dan winnen zij natuurlijk. Dan gaan zij naar de finale. Dus wij moeten er alles aan doen om een wedstrijd te stelen in Leiden. Exact om 4:30 wordt uiteindelijk het wachten beloond. Want de deur gaat open en vervolgens ook snel weer op slot.